Hoe kan een quantumcomputer overal inbreken? Dit is de Universiteit van Nederland. Het is inderdaad waar. Een quantumcomputer kan veel van onze huidige beveiligingen die we gebruiken op het internet kapot maken. Die kan die kraken. Maar wat is eigenlijk zo'n quantumcomputer? Een quantumcomputer is een computer die gebaseerd is op ideeën en wetten van de kwantummechanica. Dus ik zal eigenlijk eerst moeten uitleggen wat de kwantummechanica is. En de kwantummechanica, dat is een theorie die ontwikkeld werd begin vorige eeuw in de jaren 20. En hoofdrolspelers die dat deden zijn Einstein en Bohr en Schrödinger. En wat later ook Feynman. En het is een hele tegenintuïtieve theorie, is heel erg raar. En daar werd ook heel erg veel over gedebatteerd. En zelfs nu zijn mensen nog niet over eens wat er nou precies aan de hand is. Dus als u straks het vreemd vindt en of als u het duizelt, dan is dat eigenlijk heel erg goed. Feynman, een van die hoofdrolspelers, die zei: niemand begrijpt het. En Niels Bohr, een andere hoofdrolspeler, die zei: als je er niet een klein beetje duizelig van wordt, dan heb je het echt niet begrepen. En wat is nou dat vreemde, die vreemde eigenschap waar hier naar gerefereerd wordt? Dat is de eigenschap van superpositie. En superpositie, als je dat naar jezelf zou vertalen, dan betekent dat dat je zowel hier in air naar een lezing kunt luisteren, als tegelijkertijd in New York naar het Museum of Modern Art kunt gaan en daar een tentoonstelling bekijken. Tegelijkertijd hier en in New York. En dat is natuurlijk heel erg vreemd en tegenintuïtief. En dat is precies wat er gek is aan die kwantummechanica. En ik denk dat het goed is om die kwantummechanica nog wat nader te belichten. En dat wil ik graag doen aan de hand van een klein experiment. En dat experiment dat wil ik doen met een calcietkristal. En ik heb er eentje meegenomen. Die zit hier in mijn mooie kistje. En een calcietkristal, dat is niets anders dan een stukje glas, lijkt het wel. Het is doorzichtig, je kunt er doorheen kijken. En het vreemde daaraan is dat het heeft een eigenschap die heet de dubbelbreking. Er is een dubbele breking. Als je er doorheen kijkt, dan zie je het beeld dubbel. En de Normannen en de Vikingen die gebruikten dit al in 800 na Christus. En daar heette het de mythische zonnesteen. Dus een mythisch stukje kristal. En daarmee konden ze navigeren als het bewolkt was. Als je de zon kon zien, dan wist je waar het noorden en het zuiden was. Maar als het bewolkt is, dan weet je niet waar de zon is. Maar met dit stukje glas kun je er wel achter komen waar de zon is. En het maakt dus gebruik van die dubbele breking van dat kristal. Dan heb ik nog een andere eigenschap nodig. Niet alleen dat kristal, maar ik heb ook een eigenschap van het licht nodig. Dat is polarisatie. En polarisatie van het licht, dat is gewoon een eigenschap. Schrik nu alsjeblieft niet als u niet weet wat polarisatie is. Het is gewoon een eigenschap van het licht. Net zo als het licht een kleur heeft. Het kan rood zijn, het kan groen zijn, het kan geel zijn, het kan blauw zijn. Tegelijkertijd heeft het ook een polarisatie. En die polarisatie die heeft een richting en die richting kun je meten. En die richting kun je meten. Dus het licht heeft een polarisatie en die heeft een richting. En die kan je meten met een polarisatiefilter. En ik heb hier eentje in cartoonvorm bij me. Dus een polarisatiefilter. En ja, het is gewoon een vliegenmapper hoor. Maar je ziet hier dat raster. En het licht wat gepolariseerd is in horizontale richting, die kan er doorheen. En licht wat gepolariseerd is in verticale richting, die kan er niet doorheen. En je kunt er vliegen mee vangen. Dat is mooi. En als je dus twee van die polarisatiefilters tegen elkaar aanlegt, in tegenovergestelde polarisatie, dus horizontaal en verticaal, dan wordt het donker. En als je dan weer in dezelfde richting draait, dan wordt het weer licht. En dat kan ik laten zien door ze te draaien. En dan wordt het donker. Misschien kunt u het ook daar zien, dat het licht en donker wordt. Goed, dus licht heeft een polarisatie. En die polarisatie die kun je meten.
nou wil ik een klein experiment doen met dat calcietkristal. Als ik daar licht doorheen laat gaan, dan krijg ik een dubbele breking. En ik laat dat hier zien. En we hebben het al van tevoren opgenomen, dus u kunt het straks ook zien. Dan wordt het licht wordt gebroken. En als ik dat polarisatiefilter erboven hou en ik draai het, dan zie je die letters van CWI, die zie je verspringen van de ene naar de andere kant. Hopelijk kunnen jullie dat een beetje zien. Je ziet het van de ene naar de andere kant verspringen. En wat ik daarmee aangetoond heb, is dat als je het licht door een calcietkristal stuurt, en hier heb ik er twee staan, dat zijn geen echte, maar dat had u al begrepen. Als ik licht wat in een schuine polarisatie is in dat calcietkristal stuur, dan breekt hij hem in tweeën. Dat is die dubbele breking waar die vikingen ook gebruik van hadden gemaakt. En dan krijg ik een horizontale polarisatie hier en een verticale polarisatie hier. He, want dat beeld dat versprong als ik de polarisatie draaide. Dus dat toont aan dat de polarisatie hier horizontaal was, is en hier verticaal. En als ik nou een tweede calcietkristal erachter zet en ik laat het licht er doorheen gaan, en u ziet hier al dat er banen zijn, dus het licht gaat erin in schuine polarisatie, het splitst in horizontaal en verticaal. En hier in de tweede calcietkristal komt het weer samen en daar interfereert het tot weer schuin. En die interferentie, dit is een horizontale richting en dit is een verticale richting. En die interferentie die telt die twee richtingen bij elkaar op tot schuin. En dat je dat kunt zien, dat kun je goed met een tennisbal doen. Misschien kunt u dat thuis proberen als u het leuk vindt. Maar ook hier hebben we het al van tevoren opgenomen. Maar als je op die tennisbal een horizontale en een verticale kracht uitoefent, dan gaat die schuin naar voren bewegen. Hop, daar gaat hij. En nu gaan we iets doen, dat is een ingewikkelder experiment. En we gaan even in gedachten, gaan we het licht steeds zachter en zachter maken. We gaan het steeds meer dimmen en dimmen. En dimmen, net zo lang, net zo ver, tot er eigenlijk bijna geen licht meer uitkomt. Als we het nog zachter zetten, dan komt er helemaal geen licht meer uit. En wat we dan zien, dat zijn fotonen. Fotonen, dat zijn de basisblokken van het licht. Het licht bestaat uit vele fotonen. En die fotonen die hebben ook een polarisatie. En nu ga ik datzelfde experiment doen met fotonen, wat ik net heb gedaan. En als ik een foton wat schuin gepolariseerd is, op dat kristal schiet. Hier doe ik er eentje. Hoep. En ik kijk, dan vind ik dat foton hier. Laat ik het nog eens een keer doen. Ik schiet het er weer op. Hoep. Nu vind ik het foton hier. En als ik dat heel vaak doe, dan vind ik 50% van de gevallen vind ik het foton hier. Horizontaal gepolariseerd. En in 50, en de andere helft van de gevallen vind ik het foton hier. Verticaal gepolariseerd. Op zich is dat vreemd, hè? Want hoe kan het nou dat foton besluit de ene keer hier naar boven te gaan en de andere keer hier naar beneden? Ik, per slot van rekening, ik prepareer het steeds in precies dezelfde manier. En wat zegt nu de kwantummechanica? Die lost dit op en die zegt het foton was zowel boven als beneden. Het bevond zich in superpositie van boven en beneden. Ah, daar heb ik nog die bal, die kan ik mooi gebruiken. Het foton was in een superpositie van beide banen tegelijkertijd. En toen ik ernaar ging kijken, vond ik hem hier of ik vond hem hier, met kans een half. Dat is precies wat de kwantummechanica zegt. Superpositie is een toestand waarbij je op twee plekken tegelijk kunt zijn. En als je er vervolgens naar kijkt, dan verstoor je het systeem en dan vind je hem in de ene of in de andere. Goed, dat is het idee van kwantummechanica. En het is een kleine stap om dat toe te passen op computers. En computers die zijn gebaseerd op bits, die werken met bits. He, dat is de informatiedrager van een computer. En als we nu dit foton wat hierboven zit een 0 noemen en dat foton wat hieronder zit een 1, dan hebben we een superpositie van 0 en 1. En dat is precies wat een kwantumbit is. Een kwantumbit, dat is de bouwsteen van een kwantumcomputer. En die bevindt zich in een superpositie van 0 en 1 tegelijkertijd. En als ik een kwantumbit bekijk, als ik het observeer, dan maak ik die superpositie stuk. En dan vind ik een 0 of ik vind een 1.
Goed, als je één bit hebt, dat bestaat uit een 0 en een 1. Een enkel bit bestaat uit een 0 en 1. En een kwantumbit bestaat uit een superpositie van 0 en 1. Als je twee bits hebt... Oh, dat was mijn 0 en mijn 1. Als je twee bits hebt... Dan heb ik vier toestanden, namelijk 0, 0, 0, 1, 1, 0 en... Waar is die? 1, 1. Dus ik kan vier toestanden maken met klassieke bits. En met quantum bits kan ik een superpositie maken van vier toestanden. Een superpositie van 0, 0 en 1, 1, 0, 1 en 1, 0. En nu is het interessant om er steeds meer qubits bij te maken. Want één qubit kon ik een superpositie van twee toestanden. Met twee qubits kon ik een superpositie van vier toestanden. Met drie qubits een superpositie van acht. En het verdubbelt. Hé, we hebben dat meer gezien. En met 300 qubits kan ik een superpositie maken van 2 tot de macht 300 toestanden. En dat is meer dan het aantal moleculen in het heelal. En nu waren het deze twee heren die u nu gaat zien. Deutsch en Feynman, waar ik het eerder al over had. U ziet ze hier achter mij. Die hadden het geniale idee om die superposities en die qubits te gebruiken om berekeningen te doen. En het idee is eigenlijk heel eenvoudig. Als je 300 qubits hebt, dan kun je een superpositie maken van 2 tot en met 300 toestanden. En op al die toestanden, tegelijkertijd, kun je een verschillende berekening doen. Op die superpositie van al die toestanden kun je een berekening doen. Het is eigenlijk als het calcietkristal wat we net hadden. En hier ziet u in slidevorm achter mij hoe dat gaat. En nu is het geweldig. Nu heeft u dus deze gigantische hoeveelheid berekeningen die u tegelijkertijd kan doen. Maar nou is er één probleem. Als je wil kijken wat het antwoord is, wat gebeurt er dan? Poef, dan verstoor je de toestand en je ziet maar één willekeurige uitkomst. Je hebt er eigenlijk niks aan, lijkt het wel. Maar gelukkig is er nog die interferentie van dat tweede calcietkristal wat we hadden. En een kwantumprogramma, dat maakt ook gebruik van die interferentie van dat tweede calcietkristal. En dat zorgt ervoor dat de berekeningen waarin je geïnteresseerd bent, positief met elkaar interfereren. En diegene waar je niet in geïnteresseerd bent, negatief. En die zie je dus niet. Nou klinkt dit misschien allemaal heel erg vaag. En als u echt wilt weten hoe dat zit, dan moet u naar mijn college komen. Maar zo is echt hoe het werkt. En het was Peter Shor die liet zien dat je op deze manier heel erg snel getallen kunt factoriseren. Daar ziet u Peter Shor, heel belangrijk man. Want dat zal later blijken dat het getallen factoriseren, daarmee kan je nou juist die internetbeveiliging breken. Maar laten we eerst eens eventjes wat getallen gaan factoriseren. Het factoriseren van getallen, dat is het volgende probleem. 15 bijvoorbeeld, dat kun je factoriseren in 3 maal 5. Laten we eens even een quiz doen. Wie weet hoe je 27 kunt factoriseren? 3 en 9, heel goed. 3 keer 3 keer 3 eigenlijk, maar ik reken hem goed, 3 en 9. 31, hoe gaan we die ontbinden? Geen idee? Ik hoor hier... Dat is een priemgetal. Heel erg goed van deze jonge dame hier op de eerste rij. Een hele slimme. 57. Het is wel erg stil vanavond. Wat zegt u? Wat hoor ik daar? Nee, nou, 3 keer 19, zei u. Hè? Ja, heel goed. Ja, 3 keer 19, heel goed. En 91. Het wordt steeds stiller in deze zaal. 7 keer 13, heel erg goed. En 173. En, nou, meestal wordt het nu in alle zalen stil. En 173 is een priemgetal. En het feit dat het steeds stiller wordt, dat is helemaal niet zo gek. Want u moet steeds rekenen, als het goed is. En u gaat al die kleine priemfactoren proberen. En dat zijn er heel erg veel. Dat zijn er exponentieel veel. En dat is heel erg lastig. En op een huidige computer kost het doorrekenen van al die kleine factoren... Van een 500-cijferig getal, dat kost meer dan 1000 jaar. Dat is dus niet doenlijk.
Maar op een kwantumcomputer gebruikmakende van dat idee van Shor, kan je het in een luttel aantal seconden ontbinden in factoren. Maar zult u zeggen, het zal mijn tijd wel duren, want die kwantumcomputer die is er nog helemaal niet. Dus dat duurt nog 15 tot 20 jaar voordat die er is. Maar dan maakt u weer een cruciale denkfout. Want alle gegevens die u nu versleuteld verstuurt over het internet, die nu niet gelezen kunnen worden, Snowden die heeft ons wel geleerd dat die allemaal opgeslagen worden. Dus die worden ergens bewaard. En du moment dat die kwantumcomputer er is, zijn al die gegevens leesbaar en worden al uw geheimen prijsgegeven. Dus als u nu wilt dat uw geheimen in de toekomst veilig zijn, dan moet u nu al overstappen op een nieuwe beveiliging. En gelukkig is het zo dat diezelfde kwantumcomputer die beveiligingen kapot maakt, die kun je ook gebruiken om je beveiligingen nog veiliger te maken. Maar dat hoort u in het volgende college.